ben Michelle Villet, speel bij Kampong, bij Nederlands A, ben 17 jaar en zit op 6 VO in Zwolle. Ik zit al vanaf 6 jaar op hockey en ik vind het gewoon een hele uitdagende sport met een klein balletje niet op je voeten en natuurlijk een stick. Dus altijd wel leuk gevonden en ja, nu sta ik hier al en bleek goed te zijn. De combinatie van hockey met school is goed te doen, want ik zit op een sportschool in Zwolle, CEC, Center for Sports and Education. Ik train natuurlijk ook 5 keer in de week met Kampong, dus dan moet ik eerder weg en met Nederlands mis je een hele dag en dan werken ze gewoon heel goed aan mee en helpen ze me heel erg goed bij. Als ik mijn oranje tenue aantrek, dan voel ik me echt heel, zeg maar, trots. Ja, ik mag gewoon voor mijn land spelen en daarvoor uitkomen. En dat vind ik echt heel erg vet om dat te mogen. En dan ga ik natuurlijk alles geven in de wedstrijd om te laten zien dat ik klaarsta voor Nederland. Vanaf kleins af aan zeg ik dat ik het Nederlands zelf kan halen. En ja, ik denk dat iedereen dat in Nederlands A wel heeft, maar nog steeds mijn doel en wil ik echt heel graag halen. Ja, ik heb natuurlijk jeugd-Olympische Spelen al meegedaan afgelopen zomer in China. En ja, dat merk je gewoon, dat is zo vet. Al die sfeer daar, al de sporters in het dorp. En ja, dat is, en die grote wil ik natuurlijk ook halen. Ik ben Michelle Villet en ik ben op weg naar de wereldtop.